anne Bagrat van harte gefeliciteerd. Een jaar langer bij Excelsior Rotterdam Vrouw. Dankjewel, dankjewel. Moet je goed doen, denk ik, om een jaar lang extra hier, hier te blijven in Rotterdam. Ik ben er zeker blij mee. Dus ik ben blij dat ik nog het jaar kon verlengen. Ja, want na talloze jaren in, in Enschede, bij FC Twente, is het uh, ja, vorig jaar de, de keuze gemaakt om naar Rotterdam te komen. Ja, hoe is dat een hectische jaar voor jou verlopen? Nou, ja, natuurlijk een uh, beetje lastig in het begin gehad. Uh, corona was er net een paar maanden eigenlijk, niet toch heel lang. Uh, een beetje mijn ritme daardoor moeten vinden. Uh, uiteindelijk uh, ook nog een keer verhuisd ondertussen. Dus uh, nee, langzaam maar zeker. Steeds verder in het seizoen uh, is het steeds beter gegaan. En ik kan wel zeggen dat ik, uh, ik mijn draai gevonden heb. Dat is goed om te horen. Want ja, een, een hectisch jaar. Natuurlijk, we benoemden het al. Corona kwam er tussendoor fietsen. Dat was denk ik voor het seizoen uh, niet altijd even leuk. Nee, ik nee, kan natuurlijk uh, veel meer van de stad willen ontdekken. Dat is natuurlijk uh, een beetje in de soep gelopen. Um, maar goed, dat kan ik dan uh, volgend jaar alsnog doen. Ja, want volgend jaar, je zegt het al, dan uh, gaan we richting een nieuw jaar met anna Baggerat erbij. Uh, hoe, uh, ja, hoe ga je dat jaar in eigenlijk? Heel anders natuurlijk nu? Nou ja, niet heel anders op zich, want ja, corona is er nog steeds. Um, ik ga gewoon uh, weer verder met waar ik nu gebleven ben. Ik denk dat ik uh, de laatste tijd al wat voetballend wat beter is gegaan. Uh, dus dat probeer ik door te trekken richting volgend jaar. En eigenlijk een beetje de wisselvalligheid uh, eruit proberen te krijgen en gewoon uh, stabiel. Uh, Stabiel zijn op het veld. Ja, want dat is denk ik ook, uh, je benoemt al zelf een wisselvallig jaar voor jezelf. Dat is ook benoemd met, met, ja, het gesprek met Richard Mank. Hoe is dat voor jezelf verlopen? Is dat uiteindelijk toch het vertrouwen wat hij in jou uit dat uh, jouw doen heeft besluit om hier te blijven? Ja, absoluut. De trainer heeft uh, volledige vertrouwen in mij en dat, uh, dat voelt gewoon heel fijn. Um, en natuurlijk uh, helpt dat ook mee om de keuze om nog te blijven. En ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin, dus dat is top. Dat is mooi, dat is goed om te horen. Daarnaast ook natuurlijk, uh, ja, we zijn momenteel de play-offs aan het afronden. Jullie zijn in een betere fase. Dat, die, ja, die lijn weer meetrekken richting volgend seizoen natuurlijk. Absoluut, absoluut. Ik denk dat we het voetballend uh, in de play-offs goed hebben gedaan. En natuurlijk volgend jaar nieuwe meiden. Um, hopelijk uh, een verbeterde kwaliteit. Uh, met het aantrekken van een paar uh, nieuwe meiden. Ja, want die, die zijn bekende gezichten voor jou. Leg eens uit. Ja, ik, ik ken de twee. Uh, ken, ik, uh, ken ik wel wat langer dan vandaag. Welke twee? Want ja, de kijker wil het weten. Uh, Bo Rijks en Sabrina Lucy uh, heb ik mee in de jeugdvoetbal bij Twente. Uh, Bo heb ik, ik denk, vier, vijf jaar mee gevoetbald. In de jeugd. Uh, toen is zij uh, vertrokken naar andere clubs. En SAP uh, ken ik al vanaf mijn tiende. En dan heb ik eigenlijk een beetje tien jaar seizoenen. of tien jaar. Uh, Samen mee gevoetbald, af en toe wel, af en toe niet. Uh, maar uh, die ken ik dus al wat langer. Dat is uh, bekende gezichten volgend jaar in Rotterdam-Kraling. En dan uh, gaan we volgend jaar vlammer gaan met z'n allen weer. Ja, dat is wel de bedoeling. Hè? Succes volgend jaar. Dank Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel.